In deze bijeenkomst gaan we het hebben over herstelondersteunende zorg. Vorige bijeenkomst stond in het teken van positieve gezondheid. Vooral gericht naar jezelf toe. En positieve gezondheid is een manier om te werken vanuit herstelondersteunende zorg. En het thema voor deze bijeenkomst zal dan ook zijn netwerkpsychiatrie en herstellen doe je samen. Jona, mag ik jou het woord geven? Je mag mij het woord geven, dankjewel Karin. Herstellen doe je samen, dat is het thema van vandaag. Dat gaan we weer doen met een mooi programma dat we met een hele groep hebben voorbereid. De doelstelling van deze bijeenkomst is kennismaking met en het creëren van besef en inzicht in het gedachtegoed van herstelondersteunende zorg. Vorige keer dus stilgestaan bij positieve gezondheid. En als je het eigenlijk meer kijkt in de hele brede lijn waar we over gesproken hebben, zijn we sinds december al bezig met kennismaken met elkaar. VACT, Poli, Cliëntenraad, Zorgsecretariaat. Daarna hebben we stilgestaan bij het waarom. Waarom moeten we nou eigenlijk veranderen? En nu zijn we bezig met het hoe. En het hoe gaat dus over positieve gezondheid. Het hoe gaat over herstelondersteunende zorg. En in dit geval voor vandaag, wat betekent de invalshoek van herstelondersteunende zorg voor de cliënt? En wat betekent het voor mij als professional? Om vervolgens, als we straks naar de zomer toe werken en na de zomer, meer te gaan hebben over het wat. Dus als je nou allemaal weet waarom en hoe we dat ongeveer gaan doen, wat gaan we dan precies doen? Maar daar zijn we nog niet. We gaan nu vooral stilstaan bij het hoe. Daar gaan we nu 10 stellingen bij langs. Herstelondersteunende zorg is geen behandeling. Vult u maar in. Eens of oneens. We gaan door met de volgende stelling. De EPA-cliënt heeft altijd een psychotische kwetsbaarheid. We gaan door naar de volgende. Specialistische GGZ is per definitie een ernstig psychiatrische aandoening. We gaan door naar de volgende stelling. En die luidt: mensen met een psychiatrische aandoening worden alleen gezien door het VACT. En we gaan door naar de volgende stelling. Herstelondersteunende zorg is er alleen voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. HOS is er alleen voor EPA. We gaan door naar de volgende stelling. Een patiënt kan in de specialistische GGZ nooit door enkel één hulpverlener behandeld worden. Oftewel, een patiënt in de specialistische GGZ wordt altijd door meerdere behandelaren gezien. We gaan door naar de volgende stelling. Herstelondersteunende zorg is alleen geschikt voor mensen die alle behandelingen al hebben geprobeerd. 23 antwoorden. Twee mensen zijn eens. En 24 zijn oneens. We gaan door naar de volgende. Herstelondersteunende zorg kan ook naast klachtgericht behandelen. En tot slot. De laatste. Het doel van behandelen is iemand te genezen. Mirjam gaat wat vertellen, gaat een presentatie geven over herstelondersteunende zorg. Ja. Goedemorgen allemaal. Ik neem jullie nu mee in de presentatie over herstelondersteunende zorg en herstel. Mijn verzoek is om de vragen die er eventueel opploppen achteraf te stellen, omdat soms worden ze halverwege of misschien zijn ze al wel beantwoord voordat we aan het eind zijn van de presentatie. Jona die zal de sheets verzorgen, dus die zal ik af en toe wel vragen om verder te gaan. En eigenlijk is dit het eerste sheet al van een kenmerkende uitspraak van Loesje van: hallo, doet u zelf wel eens wat voor uw eigen best wil. Maar dat is gewoon een inkomer.
Waardoor, mag je wel verder gaan, Jone. De zorg, waarom moet die veranderen? Waarom willen wij die veranderen? Nou, dat is eigenlijk al een heel lang proces. In 2009 is er al een visiedocument opgesteld door GGZ Nederland. Waarin ze al een herstelvisie hebben onderschreven en opgenomen. En dat was dan naar herstel en gelijkwaardig burgerschap voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En hierin is dan de ambitie verwoord om te komen tot een zorg waarbij herstel het leidende principe zou worden en niet het zorgmodel zoals we altijd gewend zijn. Herstel is dan ook ontstaan door cliëntenparticipatie in zelfhulpgroepen. We hebben natuurlijk in het filmpje van Gerard Lohuis ook al gehoord hoe hij zelf met herstel bezig was, wat het de zingeving gaf. De nieuwe GGZ is daar ook mee bezig en Jim van Os heeft daar dan ook een rol in gespeeld. Dan gaan we eerst even kijken hoe hij daarin. Professor Jim van Os is de afgelopen jaren boegbeeld geworden van de nieuwe GGZ. Hoe ziet de GGZ er volgens hem uit in pakweg 2030? Tegen 2030 zijn we terug in de haarvaten van de wijk, dicht bij de mensen, waar ze willen slagen. Kijken we naar weerbaarheidsbevordering en het woord herstel en positieve gezondheid. Dat zal dan veel meer ingedaald zijn in de dagelijkse praktijk van werken in de GGZ. Tot zover dit filmpje deze keer. Als je op internet kijkt, staan er ontzettend veel ontwikkelingen op gebied van herstel, ondersteunende zorg. Maar wat is nou eigenlijk herstel? Herstel is eigenlijk een zeer persoonlijk en uniek proces van verandering in iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met beperkingen die psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van rampzalige gevolgen van de aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven. Bij herstel gaat het dus om het te bovenkomen van hopeloosheid en van het verlies van betekenisvolle identiteit, verbondenheid, rollen en kansen. Herstel als leidend principe. Het is een uniek proces. Het is niet een uitkomst, maar het is een heel presentatie, zeg maar, een hele ontwikkeling die men door moet gaan. Het persoonlijk welzijn en de kwaliteit van leven moeten centraal staan. De ervaren kwaliteit van leven hoeft niet per definitie samen te hangen met de mate van remissie, maar wordt bepaald door veel meer factoren die de cliënt zelf dus ook bepaalt. Het is dus ook een subjectieve manier van ervaren. Het is dus uniek. Ze moeten de draad weer gaan. Het is de draad weer oppakken. Je gaat de regie hervinden en leven opnieuw inhoud en vorm geven. Je gaat eigenlijk van patiënt, cliënt naar burgerschap. De kracht van de cliënt komt vanuit de cliënt zelf. En de cliënt weet zelf het beste wat hij wil bereiken en wat voor hem werkt. De zorgverlener zet daarom de cliënt centraal in zijn eigen herstelproces. En dat is dus herstelondersteunende zorg. Nou weten we dat in herstel niet een heel mooi lineair proces is, maar dat er eigenlijk verschillende fases van herstel zijn. En je begint met overweldigd worden. Je bent dan eigenlijk alleen nog maar gericht op mentaal en lichamelijk overleven. Je voelt je machteloos in een isolement. Je weet niet wat je overkomt. Dat gebeurt zowel mensen komen in één keer met een ziektebeeld te maken. Vervolgens gaat men de strijd aan en ga je worstelen. Je gaat dan kijken van, hey, hoe kan ik hier nou mee gaan leven, waar ik nu in beland ben. Je hebt nog geen grip erop, je hebt nog wel vertwijfel, je zit in verzet, onmacht, niet accepteren. Schaamte spelen in die fases nog een hele grote rol. Dan krijg je leven met de kwetsbaarheid.
Dan krijg je dat er meer acceptatie komt, wilskracht en rust. Er groeit vertrouwen en je leert je eigen sterke en zwakke kanten kennen. En je leert de strijd aan te gaan om je leven weer op te bouwen. Dan ga je, de vierde fase is leven voorbij de kwetsbaarheid. En dan ga je, dan komt eigenlijk de kwetsbaarheid komt veel meer op de achtergrond. Je gaat je leven weer in de maatschappij ook vormgeven. Maar zoals ik al zei, het is niet een lineair proces. Was dat maar zo. Maar op, in iedere fase heb je toch ook weer kans om terugval te krijgen. En ook weer opnieuw moed en hoop te gaan krijgen om weer verder te gaan. En ook dit proces is weer een uniek proces. Waarbij... I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad, or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger, and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline, and humor, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life.
Wat is belangrijk in een herstelproces? Dat de cliënt heeft de regie over zijn eigen herstel. Empowerment is hierbij van belang. En dat is dus het versterken van de kracht van de cliënt zelf. Er zijn verschillende ondersteunende rollen die een cliënt in zijn herstelproces kunnen ondersteunen. Het aangaan van een vertrouwensband met de cliënt zorgt voor motivatie. Ondersteunende rollen kunnen zijn familie, naasten en vrienden, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en organisaties. Het is van groot belang dat de begeleider de cliënt steunt en stimuleert in het ontdekken van zijn eigen verborgen krachten, mogelijkheden en talenten en deze verder te ontwikkelen en uit te bouwen. De ziekte of een beperking, kwetsbaarheid, hoe we het ook willen noemen, moet zo een minder mogelijk grote plaats innemen in iemands leven. Welke mensen hier ook worden genoemd is ervaringsdeskundigen. Daar wil ik nog even extra bij stilstaan. En we hebben ook een filmpje van over hoe ervaringsdeskundigheid bij Lentes is georganiseerd in BEL, Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentes. Dit is Jasper. Net als zoveel mensen in Nederland heeft hij een psychiatrische aandoening. De artsen hebben veel kennis over het behandelen van psychiatrische ziektes. Vroeger lag het accent op de ziekte en de behandeling. Sinds de laatste 20 jaar is meer aandacht gekomen voor wat iemand nodig heeft om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. Als gevolg van zijn diagnose raakte Jasper zijn werk en zijn vrouw kwijt. Hij zat in de put en gaf de hoop op om te herstellen. Veel mensen met een psychiatrische aandoening voelen zich buitengesloten door verlies van hun baan, collega's, hun huis of sociale omgeving. Het gevoel snel begrepen te worden door ervaringswerkers gaf Jasper een extra impuls. Ervaringswerkers zijn hulpverleners die zelf ook patiënt zijn geweest. Ze weten hoe het is om met een diagnose te leven. Ze weten ook uit eigen ervaring hoe het is om, ondanks verlies, je leven stap voor stap opnieuw te accepteren. Ze vonden met vallen en opstaan hun persoonlijke manier van herstellen en kunnen daardoor patiënten motiveren om zelf aan de slag te gaan. Samen met de behandelaren bij Lentes werken ervaringswerkers aan de ondersteuning van persoonlijk herstel van de patiënt. Het contact tussen patiënten en ervaringswerkers is laagdrempelig, omdat zij hetzelfde hebben meegemaakt. Jasper vond het herkenbaar om over bepaalde situaties te praten. De ervaringswerker verloor ook zijn baan en heeft advies gegeven hoe Jasper zijn leven wel op een zinvolle manier kan inrichten. Nu heeft hij de moed gevonden om vrijwilligerswerk te doen. Hij krijgt meer zelfvertrouwen en dat kan mogelijk een opstap zijn naar betaald werk. In 2013 is er door patiënten zelf een effectmeting gedaan over de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit leverde een hoge score op. Patiënten kunnen met persoonlijke vragen bij de geschoolde ervaringswerker terecht. Daarnaast biedt het bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis ook verschillende herstelondersteunende trainingen en zelfhulpgroepen aan. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen met 050 522 3225 of mailen met zorgvoorbeter@lentis.nl. Naast de fase van herstel hebben we natuurlijk ook nog vormen van herstel. Want je bent als persoonlijkheid, heb je meerdere herstelfases en herstelpaden die je loopt. Je hebt een subjectief herstel en dat is hoe je het zelf beleeft. En je hebt een objectief herstel wat meetbaar is en wat dus de buitenwereld kan zien. Van woont iemand al zelfstandig? Of dat zijn dan de meetbare dingen. Je hebt hier het persoonlijk herstel staat ook in het midden. Je bent als persoonlijk herstel, dat is hoe kan ik ermee omgaan? En heel vaak is het weer een nieuwe identiteit van iemand te ontwikkelen. Klinkt heel groot, maar wij zeggen wel vaak zo, als je weer na alle fases van herstel, als je precies weer gaat doen zoals je het altijd deed, dan krijg je ook altijd wat je kreeg. Dus dan is de kans dat je uiteindelijk een beter bestaan opbouwt, is kleiner. Je hebt het maatschappelijk herstel, waarin je je rollen in de maatschappij weer oppakt. Je gaat weer meedoen, participeren in allerlei activiteiten. Dan heb je nog het klinische herstel.
het klinische herstel ofwel het medisch herstel genoemd, dan ga je de symptomen terugbrengen. Dus dat je minder last hebt van de symptomen van je kwetsbaarheid. Functioneel herstel. Je moet ook soms zijn de lichamelijke, psychische of sociale functies die als gevolg van de aandoening verminderd zijn of aangepast zijn. Dus daar heb je ook een functioneel herstel in. En alles met elkaar hoop je en ben je zelf heel erg bezig met een herstelpad af te lopen. En daarvoor hopen wij dan herstelondersteunende zorg in te kunnen bieden. En eigenlijk is dit het plaatje van hoe een persoon eruit ziet. In fase 1 zie je echt heel grote ziekte, de kwetsbaarheid. Die neemt eigenlijk het hele leven in beslag. En aan het eind van het herstelproces zie je nog wel een klein rood rondje ziekte. De kwetsbaarheid zal niet helemaal verdwijnen, net zoals u in het filmpje ook al zag. De black dog blijft aanwezig, maar er zijn veel meer andere grotere rollen en activiteiten die je meeneemt, waardoor het meer op de achtergrond zit. Dan komen we bij de herstelondersteunende zorg. Herstelondersteunende zorg is een visie op zorg om de cliënt te ondersteunen in zijn herstel. 4 uitgangspunten zijn wel belangrijk. De cliënt is een persoon en meer dan alleen zijn kwetsbaarheid. De cliënt is deskundig. Hij neemt ook zijn eigen kennis en kunde mee. Hij heeft keuzevrijheid. En je moet voorkomen om te denken vanuit belemmeringen. Hoop, perspectief en groeipotentie staan centraal. Het dwingt ons niet alleen te kijken naar wat wij doen, maar ook wat onze rol is in de verhouding tot de cliënt en zijn omgeving. De cliënt is eigenaar van zijn herstelproces, waarin wij een belangrijke, maar uiteindelijk toch beperkte bijdrage leveren. Dit vraagt van ons iets, en dat is een andere houding. En wat voor houding vraagt ons dat al, zodat de cliënt de regie houdt? Bied hulp die aansluit bij de steun die ook echt gevraagd wordt. Neem het tempo van de cliënt aan. Luister aandachtig en actief. Toets de zorg aan concrete resultaten. Praat met de cliënt en niet over hem. En cliëntenperspectief staat centraal. Waarom doe je dit? Op deze manier ga je het stimuleren van een actieve houding van de cliënt. Je bevorderen van sociale participatie. Het stimuleren en motiveren van veranderingen. Het versterken van de eigenwaarde. En de hoop en wil om de verandering aan te wakkeren. Je laat de cliënt zelf ook weer denken. Dat vraagt ook iets vanuit om samen te werken met de cliënt. Dus bedenk samen concrete verbeteringen. Laat de cliënt vertellen over beleving en omgaan hiermee. Ga samen overdenken, navoelen, interpreteren om extra kennis te ontwikkelen. En ga na wat de cliënt wel of niet kan verdragen. Want iedereen is namelijk weer anders. Nou, hier staat dus ook alweer bij, je hebt een ondersteunende rol. Het is persoonlijk en respecteer een cliënt. En iemand is meer dan alleen zijn klachten. En vanuit deze basiswaarde, gelijkwaardigheid, is ook een basisattitude nodig om te denken in een herstelproces te ondersteunen. Dan worden wel vaak de 5 B's genoemd. Je bent betrokken, betrouwbaar, betekenisgevend, bewust en bekwaam. En vooral deze aspecten komen verder. Het cliëntperspectief staat centraal. Iedere cliënt heeft krachten en die werken hiermee. Iedereen heeft capaciteit om te herstellen en te leven en zijn leven weer op te pakken. Wel naar zijn eigen waarden en normen. Focus op de individuele krachten van iemand en niet op de tekortkomingen. De cliënt is de regisseur in het partnerschap met de hulpverlener. Partnerschap is primair en essentieel. Geef de voorkeur aan een werkplek in de samenleving. En ook onze gemeenschap heeft heel veel informatiebronnen. Maak ook daar gebruik van. Dus probeer de cliënt mee te helpen om zich staande te maken in onze maatschappij. En in onze maatschappij hebben we natuurlijk allemaal vooroordelen.
Een ervaringsdeskundige zei tegen mij een keer van, ja, vooroordelen, daar kan ik niks aan doen. Maar als ik er last van krijg, dan wordt het een stigma. En bij sommige cliënten is dat zelfs zo erg dat ze er een zelfstigma aan overhouden. En dat ondermijnt weer hun eigen herstelproces. Zijn ze eigenlijk allebei al wel? Ja, toch? Ik zie Nicky zitten. Ja, mijn laptop deed een beetje slome de microfoon. De casus zien jullie ook hier staan op de sheet. Ik weet niet of Harmke er al is, dus, maar ik. Lees hem wel eventjes voor. We hebben een casus voorbereid waarvan wij dachten, hoopten. Dat hij een beetje tussen poli en fact in zou zitten. Het gaat om een 32-jarige vrouw, samenwonend met haar partner. Zij is somber, zij komt tot niks op een dag en ze denkt veelvuldig aan de dood. Ze heeft deze klachten al sinds haar 16e en ze hebben een fluctuerend beloop. Ze heeft daarnaast last van slaapparalyses of night terrors. Hè, dus mensen die de term night terrors niet kennen, is dat je eigenlijk gillend wakker kan worden en daar zelf niet heel veel actieve herinnering aan heeft. Nachtmerries en herbelevingen. Laatste gaan over het misbruik door haar vader, wat van haar 12e tot 16e heeft plaatsgevonden. De ouders zijn gescheiden. Het contact met vader is er niet. Het contact met moeder is redelijk. Ze wordt omschreven als een lieve vrouw die eigenlijk geen kinderen had moeten krijgen. De cliënt heeft één broer waar ze af en toe contact mee heeft. Ze voelt zich waardeloos, heeft voor zijn negatieve overtuigingen over zichzelf. Zoals ik ben niks waard, ik doe er niks toe. Daarnaast heeft ze auditieve hallucinaties, bestaande uit stemmen die zeggen dat ze ook waardeloos is. Maar ze kan zelf wel aangeven deze stemmen niet echt zijn. Maar ze kan ze wel met moeite uitdagen en niet geloven. Deze casus hadden wij dus voorbereid met een aantal vragen daarover. Er hoort nog iets meer informatie. Sorry? Er hoort nog wat meer informatie bij. Die staat er niet. Ik lees het nog wel eventjes erbij voor. Ja. Ze werkt als leerkracht, maar ervaarde veel stress op haar werk. Ze weet niet wat ze ermee moet doen. Sinds 5 maanden zit zij in de ziektewet. Eerder heeft ze behandeling gehad bij Jongs voor haar stemmingsklachten en daar heeft zij PMT gehad. Daar is ze wat van opgeknapt en noemt ze haar grenzen wat eerder aan te kunnen geven. De stemmingsklachten blijven echter. Ze weet niet hoe ze haar dag door moet komen. Ze voelt zich zinloos, ze loopt vast. Haar partner werkt fulltime en maakt zich zorgen om cliënten. De cliënt wil zich graag beter voelen, maar ze weet niet hoe. Ze rookt regelmatig een joint en drinkt 's avonds een glas wijn om zich te ontspannen. Ze heeft weinig tot geen vrienden. Haar contacten kwamen met name via haar werk en studie en deze contacten zijn momenteel verwaterd. Yes. En de bedoeling is eigenlijk dat we straks weer in groepjes met elkaar gaan praten over... dit is de informatie die we hebben. Het is gewoon een fictieve casus. Die hebben Nick en ik bedacht. Dus er is niet meer informatie dan dit. Dus mocht jullie vragen hebben, kunnen we ze niet beantwoorden. Maar dit is de informatie. En straks gaan we met ze in groepjes dus over praten. En willen we eigenlijk hebben over welk beleid jullie zouden inzetten naar aanleiding van deze casus. Wat zou je adviseren qua behandeling? Wat zou je inzetten? Wat is passende zorg? Komt herstelondersteunend werken ook hierin terug? En verandert de informatie van deze bijeenkomst misschien ook over hoe je de behandeling zou inzetten of wat je misschien nog extra zou inzetten? En wat betekent het voor jou als hulpverlener? Dat zijn de punten. Je hoeft de vragen niet te onthouden hoor, dat komt wel goed. Nee, dat zorgen wij voor. Ja. Mijn betoog. Ik zou graag een korte terugkoppeling willen hebben van de groepjes. Even te kijken wat het heeft opgeleverd, welke inzichten
heeft gekregen. Wie kan ik het te woord geven? En dan begin ik even met het groepje waar Karin in zat. Met Tineke, Jeannette en Freerik. Ja, dank je, Jona. Ik zou een terugkoppeling doen. Het is wel mooi. We hebben vooral dus vanuit het cliëntperspectief naar deze casus gekeken. En daarmee was de focus wat minder op de casus zelf dan wel vanuit eigen ervaring. Maar ik vind daar toch wel een aantal hele mooie punten die ik wel graag wil delen. Wat er in de voren kwam, hoe belangrijk het is om bij de cliënt aan te sluiten. En wat gezegd is van, als mij wellicht andere vragen waren gesteld, was men veel eerder uitgekomen op wat nou echt het probleem aan me was. En had ik een andere behandeling gehad. En ik denk dat dat wel een hele essentiële is. En wat ook gezegd wat de behandelaar toch te snel nog focussen op het symptoom of syndroom. En eigenlijk veel breder zouden moeten gaan vragen. En dat er vaak heel veel snel adviezen worden gegeven, wel goed bedoeld. Maar waarbij de cliënt vaak nog niet eens zelf helemaal weet van maar wat wil ik nou eigenlijk. En dan al overspoeld wordt met een behandelaanbod. Er werd heel duidelijk gezegd, de basis is vertrouwen. Dus investeer eerst op de relatie, vraag goed uit en kijk dan pas naar wat passende zorg is. Dus niet ingaan op deze casus, maar ik denk wel hele mooie dingen om te delen. Ja. Yes. Eerst even over de stellingen. Daar heb ik even wat dingen van opgeschreven. Vertelde Truus wel heel mooi vanuit de familieraad dan dat meer samenwerken met elkaar. Wij als professionals zeg maar binnen Lentis met elkaar samenwerken. Maar ook vooral de naasten betrekken ook heel belangrijk is. En als een cliënt dat niet wil, ook achterkomen wat daar dan achter zit waarom een cliënt dat niet wil. Vanuit herstelondersteunende zorg ook wel echt de wensen van de cliënt. En ook de rollen die de cliënt heeft in zijn of haar leven heel belangrijk zijn om te kijken of je die ook weer naar tevredenheid kan vervullen. En dat het verbreden, dat herstelondersteunende zorg, dat vond ik wel een eye-opener, ons ook kan helpen als leidraad, zeg maar, om te helpen om wat meer te verbreden. Dat we als hulpverleners best wel geneigd zijn om te kijken inderdaad naar de klachten, naar de behandelingen die wij hebben of in huis hebben en daarop in te zetten. Maar dat we ook moeten verbreden en moeten kijken naar heel het leven van de cliënt, de mensen achter de cliënt en alle dingen die hij of zij doet. En dat hadden we eigenlijk ook in de casus, kwam dat wel terug. En wat ik ook wel mooi vond, is dat ook vanuit Truus dan van de familieraad, zij noemde ook van het normaliseren eigenlijk wat in de casus, hè, dat die vrouw misbruikt is door haar vader, is het niet eigenlijk ook een hele gezonde reactie dat ze klachten heeft ontwikkeld, hè, als je ziet wat haar is aangedaan. Dus ook dat normaliseren hebben we het over gehad en dat het ook heel belangrijk is. En tijd nemen om contact ook met de cliënt aan te gaan. Met de mensen achter de cliënt. Hè? Gewoon zoals wij ook allemaal mensen zijn. Als laatste punt nog. Vrouwtje noemde dat nog van het elkaar ook scherp houden hierop. Omdat wij met systemen werken, met dossiers, allerlei regelgevingen. En ook vanuit je eigen professie natuurlijk je werk doet. Maar dat we elkaar ook scherp moeten houden als collega's op dit gedachtegoed. Dat dat nodig is. Omdat je anders automatisch weer in die tunnelvisie kan komen. Dat was het. Mooi. Vanuit de stellingen. Even scrollen. Vanuit de stellingen hadden wij eigenlijk vooral meer het idee dat HOZ, herstelondersteunende zorg, echt meer een beetje de overkoepeling zou kunnen zijn. Kijk inderdaad naar het systeem. Kijk naar wat wil een cliënt. Het werd zo net ook al een beetje genoemd bij Karine. In plaats van direct al die behandelingen neer te leggen voor een cliënt. Maar kijk echt naar wat wil zo'n cliënt zelf. Dus echt de overkoepeling van. Los van dat het een behandeling zelf is. Dus meer als de paraplu. Dit vonden wij zelf ook in de casus heel erg naar voren komen. Daar zei Wil, zei dat eigenlijk heel erg mooi. Die zei van, wat ik echt zou doen is echt eerst even haar laten landen. Is dan in meer mijn woorden, maar haar echt erkenning geven aan de zwaarte van het moment. Wat kwelt haar nou het meest op het moment? Maar eigenlijk echt gewoon echt het verhaal laten doen. Daar kwamen bij ons ook wel echt die vragen van Jim van Os weer naar voren. En vanuit daar hebben we ook een beetje geprobeerd om naar die casus te kijken. En je merkt dat er dan ook wel een klein beetje een stukje verandering bij onszelf ook wel wat meer kwam. En ook door de bijeenkomsten van de afgelopen tijd. Dat je gewoon, bewustwording is gewoon echt wel heel essentieel hierbij. Bij ons ook allemaal. En
ja, doordat het zo vaak wekelijks terugkomt, blijft die bewustwording, wordt het steeds scherper en kunnen we op die manier ernaar kijken. Dat was voor ons denk ik wel het belangrijkste inzicht. Lijkt mij goed om dat mee te nemen. Stellingen die riepen eigenlijk niet zoveel discussie op. Wel dat eigenlijk het stigma ook aan alle kanten werkt. En toen hebben we het ook over normaliseren gehad. Over bepaalde stigma's. Dat ze er gewoon niet altijd hoeven te zijn. Hangend aan een kwetsbaarheid. Maar dat het gewoon ook voor de oordelen kunnen zijn. Ook over hulpverleners en rollen die diegene krijgen. En dat hebben we ook meegenomen in de casuïstiek. En in de casuïstiek kwam eigenlijk als conclusie eruit een heleboel ook al wat ik net heb gehoord. Maar ook van eerst de persoon recht doen. Dus echt eerst diegene eens uitnodigen voor een intake. En eerst eens gaan met diegene in gesprek gaan. En dan ook een opbouwen van vertrouwensband. En leren kennen voordat je echt de hulpvraag duidelijk kunt formuleren. De achterliggende informatie, de ontbrekende informatie. Die eerst eens even vragen. De regie vooral bij haar laten. Omdat ze dus dat ook al eerder heb aangegeven dat ze tegen grenzen aanloopt. Maar wel het gevoel laten geven dat zij zelf de regie houdt. Ook door uitvragen of ze wil dat de partner erbij betrokken wordt. En eventueel meenemen in het geheel van of ze open staat voor medicatie of dat soort dingen. Maar echt wel met de cliënt in gesprek gaan eerst. Ja. Ja, kijk, het is wat we hiervoor hebben gehoord, dat hebben we ook allemaal op die manier besproken. Wat is er dan bij ons nog nieuw? Dat we nog steeds, ondanks alle nieuwe ontwikkelingen op HOS en positieve gezondheid, wel te maken hebben met conservatieve financiële stromen die bepalen dat er een diagnose moet zijn die bepaalde ziektebeelden geeft. Ja. Als dat niet meegaat veranderen, dan kunnen wij doen wat we willen, maar dan worden we daarmee geconfronteerd. Wat daaronder ligt, dat heb ik niemand horen zeggen, maar dat bedoelt iedereen wel, is dat we veel en veel meer tijd moeten nemen om vertrouwen te krijgen, om elkaar te leren kennen en om te kunnen bepalen wat is en wat het meest problematisch is voor een cliënt. En wat het eerst aangepakt dient te worden om iets van betekenis te kunnen ervaren in je eigen leven. Kijk hoor, we hebben eerst een tweetal stellingen, verder kwamen we niet. En wat daaruit naar voren kwam, is dat herstelondersteunende zorg ook een bepaalde soort visie is van waaruit je werkt. En dat het heel goed aanvullend kan werken en niet hoeft te zijn van we beginnen met het een en dan het ander. Maar heel mooi aanvullend. We hebben het ook gehad over hoe spreek je onderling met elkaar als hulpverleners. Hè, de term behandeld vlees hebben we besproken. Van, hè, is dat ja, hè, dat is toch een start. En de casus, waar we ook wel vanuit gingen, is wel inderdaad de cliënt staat centraal. Wat wil de cliënt? Dus dat neemt iedereen ook wel mee. Maar we duiken wel met elkaar allemaal op de klachten direct. En soms is het ook goed om te vragen van, hey, maar wat gaat er wel goed in je leven? Omdat dat net eventjes de kracht kan geven om op de moeilijke momenten erdoor te komen. Hoe wij dat doen met alternatieve geneeswijzen. Gaan we daar ook naar doorverwijzen of niet? Dat was op zich ook wel interessant. Hè? Moeten we het alleen binnen ons kader houden of nemen we dat ook mee? Volgens mij heb ik het dan wel redelijk samengevat. En als iemand van ons. Ene stelling van specialistisch GGZ is per definitie EPA. Daar hadden we een kleine discussie over. En ze verklaarde dat of ze gaf aan dat er ook heel veel binnen de basis GGZ ook mogelijk is. Hè? Ten aanzien van de uitstroom naar de specialistisch GGZ. En verder hadden wij geen discussie ten aanzien van de overige stellingen. Ten aanzien van de casus, Trea die kwam met haar spinnenweb. Die zou ze gaan inzetten. Dat vond ik ook een goeie. En even ook vragen aan de patiënt zelf, hè, wat zij als hoofdprobleem ziet. De laag eigenwaarde hadden we dan ook. En daarna ook nog de vraag, hoe ziet je leven eruit als je je goed voelt? Verder hadden we het over psycho-educatie. En ook gebruik maken van de vakkennis van de hulpverlener. Want dat is dan ook belangrijk. Want de patiënt die dan depressief is, die kan bijvoorbeeld iets anders willen.
Maar je zou ook je eigen vakkennis kunnen gebruiken om in gesprek te gaan met de patiënt. Om te kijken van hè, wat is dan welke problematiek we als eerste kunnen gaan aanpakken. Ja. Verder, dat was het zo'n beetje, denk ik, ja. En een signaleringsplan hebben we ook. Hè. Wat kan de cliënt zelf doen? Bewustwording. Ten aanzien van HOS, wat heeft het opgeleverd? Meer tijd nemen voor de relatie met je cliënt. Meer intake-tijd. Breder kijken naar de mensen achter de klachten en de problemen. Contact maken en krachten van de cliënt benadrukken. Ik was blij met de dia-driehoek waar klinisch herstel werd toegelicht. Mooi. Wat houdt behandelen volgens HOS in? Waarschijnlijk nog een punt wat nader uitgewerkt zou kunnen worden komende periode. Meer bewustwording, leuk. Volgende keer meer discussie tussen de subgroepjes. Dat geeft leuke inzichten. Ja, heel waardevol. En nu zitten we op een 6,9. Dus we maken mooie stapjes. En dan gaan we gauw door naar de afronding. Ik heb het al gezegd, uitwerking en samenvatting in de nieuwsbrief. Wat we hebben opgehaald gaan we mee in het vervolg van het programma doen. De volgende keer staat in het teken van hoe dan naar doe dan. En we willen jullie graag vragen in voorbereiding daarop. Met het spinnenweb van positieve gezondheid bij minstens één cliënt uit te gaan werken. Tot slot hebben we nog een tip. Om op de e-learning, hoe heet het, de Lentis leren, op de e-learning omgeving van Lentis, de e-learning herstelondersteunend werken te gaan doen. Hartstikke leuk en je zult er veel meer gevoel bij hebben na deze ochtend. En dan wil ik als grootste afronding tot slot nog eventjes melden dat dit het tijdspad waar wij onderdeel is waar wij onderdeel van uitmaken. We zitten nu in april. Volgende keer, zoals ik al zei, 11 mei gaat over netwerkpsychiatrie als gezamenlijk vertrekpunt. Dus hoe gaan we herstel en positieve gezondheid integreren in onze behandelingen? Ik wil in ieder geval...